Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering kijken we naar het VWO-examen van 2022, het derde tijdvak. Deze opgave gaat over bacteriële polymeren. Wil je dit examen nog downloaden? Kijk op chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. PHA is de verzamelnaam van polyesters die door bacteriën worden gevormd. Deze polyesters worden door de bacterie gebruikt als reservestof. In de bacterie worden eerst allerlei voedingsstoffen omgezet tot een groep stoffen, hier aangeduid met HA. In de eerste stap van de productie van pHA wordt een molecuul van, uh, wordt een, molecuul van een HA gekoppeld aan een S-atoom van een biologische hulpstof co-enzym A. Dan krijg je H, dat is, de formule daarvan is HS-CoA. Het gevormde HAS-CoA wordt vervolgens onder invloed van een enzym, pHA-synthase, omgezet tot een polyester. En beide stappen zijn in figuur 1 weergegeven. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Hier zien we figuur 1. Hier zien we dat HA. En dat wordt gekoppeld aan dat HS-CoA. Daarbij wordt water afgesplitst. En dan krijg je deze stof. En die gaat met behulp van dat enzym wordt dat omgezet tot poly-HA-pHA. Nou, zetten we even aan de kant en dan gaan we verder lezen. In de structuur van een molecuul van HA kan onder andere uh, de groep R variëren. Hierdoor kunnen vele soorten PHA worden gevormd. De systematische naam van een polyester als PHA wordt gevormd door poly, gevolgd door de systematische naam van het monomeer. Geef de systematische naam van het polymer waarin R gelijk is aan C2H5. C2H5, dat is een ethylgroep. Allemaal haartjes rondom twee koolstofatomen. En als we dus hier dit gedeelte, de R vervangen door uh, die twee C'tjes, dan krijgen we deze structuurformule: CH, CH2, C dubbelgebonden O en aan de linkerkant een O. En hier dus. 2 haatjes, hier 3 haatjes. En um, ja, hier is die in een um, structuurformule van de hele polymer gezet. Maar hier zet dan natuurlijk de, het zure groep en hier een OH groep. Dus die maken we hier even compleet. Uh, een OH aan deze kant en een OH aan deze kant. En hier moeten we een naam voor geven. Nou, De langste keten die ziet er als volgt uit. En dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5 koolstofatomen op een rij. Met op plaats 3 een hydroxy. Hydroxy, en dan krijgen we pentaan, zuur. Die H in pHA staat voor hydroxy en die A voor acid. Dit is dus 3-hydroxypentaanzuur. Dus de naam van het polymeer wordt poly-3-hydroxypentaanzuur. Dus hier zet je nog poly voor. En dan heb je het antwoord op vraag 14. Kunnen we door naar vraag 15? Bij de vorming van pHA door het enzym wordt telkens een nieuwe eenheid HA gekoppeld aan het zich vormende polymeer. Het blijkt dat hierbij een molecuul HAS-CoA op een specifieke manier georiënteerd is in het enzym. Dit is op de uitwerkbijlage bij figuur 16 weergegeven. Ik heb hem hier al onderaan staan iets verkleind, anders past het niet. Deze oriëntatie wordt onder andere mogelijk gemaakt uh, doordat de O-atom atoomgroep van H-A-S-CoA een elektrostatische interactie heeft met de negatief geladen restgroep van een cysteïne eenheid in de peptideketen van dat enzym. Leg uit welke binding er aanwezig is tussen die atoomgroep uit dit h coa en het cysteïne. Nou, hier zien we een minlading. Dus dat is een soort van ion. En hier zien we delta plus, delta min. Met andere woorden een dipol. En deze binding wordt de laatste tijd vaak gevraagd op VWO-examens. dit is een ion-dipol binding. Een binding tussen een ion en een dipol. De ion-dipol binding. Dan gaan we door naar vraag 16. De weergegeven oriëntatie is voorwaarde voor de nucleofiele aanval van het cysteïne-min op het molecuul HAS-CoA. Hierbij wordt een deeltje, een eenheid HA, gekoppeld aan de eiwitketen en komt een deeltje s min vrij. En we moeten de op de uitwerkbijlage drie dingen doen: we moeten in de twee omkaderde delen, de ontbrekende delen van de uh, aminozuur-eenheden, phenylaniline en cysteïne tekenen. We moeten bij de reeds getekende atomen de niet-bindende elektronenparen tekenen. En we moeten met pijlen weergeven hoe de elektronenparen verplaatsen. Nou, maken we het plaatje wat groter en de tekst wat kleiner, dan hebben we iets meer ruimte. Uh, hier moeten we dus fenylaniline uh, tekenen. Nou, die zit met de NH links vast in de peptideketen. krijgen we een koolstofatoom met een H. Dan de C-dubbelgebonden O. En die zit vast aan de volgende. En bij fenylaniline hebben we hier een CH2 en vervolgens een benzenring. Nou, die fenylaniline zit vast aan de NH van cysteine. Die ga ik nu even op de kap tekenen, want het, de restgroep zit hier naar beneden. Dan hebben we hier de C met dat haartje, hier de C dubbelgebonden O. En dan de restgroep, dat is een CH2 die gekoppeld is aan een SH. Maar aangezien hier staat CIS-, is dat haakje eraf en krijg je een negatief zwavelatoom. Hebben we de eerste opdracht voldaan? Teken alleen bij de reeds getekende atomen de niet-bindende elektronenparen. Nou, dit zwavelatoom heeft nog geen octet, heeft maar één binding. Dus er moeten nog drie vrije elektronenparen bij. Dit zwavelatoom heeft twee bindingen, dus er komen nog twee vrije elektronenparen bij. Datzelfde geldt voor dit zuurste en voor dit zuurste nu, dan hebben we de tweede ook gedaan. De derde is, we moeten aangeven hoe elektronen worden verplaatst. Nou, het is een nucleofiele aanval van het cis-. -min. Dus die cysteïne gaat aanvallen en dat doet hij met zo'n vrij elektronenpaar. En dit koolstofatoom is delta, plus dus daar gaat hij op aanvallen. En er staat dat er COAS- -co wordt afgesplitst. Dit elektronenpaar verplaatst naar het zwavelatoom zodat die min wordt. En zo hebben we vraag 16 volledig beantwoord en kunnen we door naar 17. De bacteriën zetten voedingsstoffen via meerdere routes om in dat HAS-CoA. Bij sommige routes blijven delen van de moleculen van de voedingsstof intact. Daardoor is het mogelijk om de R-groep in dat pHA te wijzigen door de voeding van de bacteriën te wijzigen. Een onderzoeksgroep is erin geslaagd om de bacteriën, om, is erin om de bacteriën copolymeren te laten maken. Het bleek mogelijk om zowel willekeurige random copolymeren als blok copolymeren te verkrijgen. Om dit voor elkaar te krijgen. Te krijgen gaf men twee soorten voedingen aan de bacterie. In experiment 1 werden de twee voedingsstoffen tegelijkertijd aangeboden, en in experiment 2 werden de twee voedingsstoffen afwisselend aangeboden. Leg uit bij welk experiment men een blok copolymer heeft gekregen. Gebruik BINAS Tabel 66F. Nou, bij een copolymeer zitten er twee monomeren door elkaar. Laten we zeggen monomer A en monomer B. Random, oftewel wel willekeurig, dan krijg je zoiets als dit. AB 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 misschien een keer twee keer B en dat enzovoorts. Bij een blokcopolymeer krijg je allemaal A'tjes aan elkaar en dan een stukje met allemaal B'tjes aan elkaar. En dan weer een stuk met allemaal A'tjes aan elkaar. Nou, dat krijg je natuurlijk alleen voor elkaar als je die bacterie eerst eh, bijvoorbeeld monomeer A geeft en daarna monomeer 2. En daarna monomer A. Dus uh, de twee voedingsstoffen moeten dan afwisselend worden aangeboden. Oké. Okay. Bij vraag 18: De bacteriën produceren PHA als korrels. En deze, de onderzoekers hebben platte stroken van gelijk formaat gemaakt. van de monsters PHA-korrels. Leg uit of het thermoplasten of thermoharders zijn. Die polymeren. Als je van korrels stroken wilt maken, dan zul je ze moeten omsmelten. En dat betekent dat je moet kunnen smelten, dus dat het een thermoplast moet zijn. Deze stroken zijn vervolgens onderworpen aan een trekproef. Hierbij wordt gemeten hoeveel langer een strook PHA wordt afhankelijk van de aangelegde kracht. In figuur 2 zijn de meetresultaten opgenomen van twee soorten PHA met verschillende restgroepen. En dan zien we hier in de y-as zien we de aangelegde kracht en op de x-as zien we de verlenging, hoeveel ze langer worden. En daar moeten we een vraag mee beantwoorden. Verklaar het verschil in het meetresultaat tussen beide polymeren. Gebruik begrippen op microniveau. En neem aan dat de gemiddelde ketenlengte van beide polymeren gelijk is. Microniveau, daar heb je weer de microvraag. Dat betekent dat we woorden moeten gebruiken: in dit geval ketens of moleculen van polymeren, eh, groepen en natuurlijk bindingen. En het liefst ook de juiste soort binding. Nou, wat zien we hier? Um, we zien hier dat de restgroep soms kort is en soms iets langer. En hoe zag dat polymeren nou uit? Nou, die restgroepen die staken uit naar de zijkant. En als die restgroepen langer zijn, dan krijg je een grotere afstand tussen die ketens. En een grotere afstand betekent een zwakkere van der Waals binding. Dus je zegt groepen, als de groep groter is... Krijg je een grotere afstand tussen de ketens en wordt de Van der Waals binding dus zwakker. Nou, wat we dan zien, is dat je als je een bepaalde kracht aanlegt, dat die met die grote groepen meer verlengt. Hè, iets van 100 en eh, nou, wat zal het zijn, 30%. Terwijl die andere maar 50% verlengt, want die bindingen zijn sterker. En dus de van der Waals bindingen zijn bij die eh, kleine restgroepen sterker dan bij de grote restgroepen. Dus noem afstand tussen ketens ten gevolge van de groepen en noem de bijbehorende van der Waalsbinding en koppel dat aan het plaatje. Daarmee hebben we deze vraag volledig beantwoord. Uh, wil je dit examen of andere examens die zijn uitgewerkt in videolessen vinden, kijk dan op chemia.nl. Er worden er steeds meer uitgewerkt. Uh, ik hoop dat je wat aan had. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.